Oostende wilde scalp van leider Antwerp. Yashou heeft 2 minuten geleden een bal tegen de paal gepoeierd en hier kan doelman Paricek op de lijn een doelpunt voorkomen. Even lekker warm voor het Antwerpdoel. Oostende houdt het eerste half uur veldoverwicht, maar creëert amper kansen. Een slappe bal van Renti en een afstandsschot van Yashou, dat is het enige dat Oostende uit haar mouw kan schudden. Pas in het derde kwartier steekt Antwerp deftig zijn neus aan het venster. Da Silva met het intelligente pasje voor Pivaljevic. Maar die knalt naast en over. De laatste 5 minuten voor de rust en eindelijk toch spektakel. Yashou loopt niet in buitenspel. Hij stuit op de voet van Paricek. Patje Goots nog niet gezien, denkt u? Lekker mis, de loeier van de topschutter in tweede gaat net over. De beste kans van de eerste helft komt er vlak voor rust. Yashou legt heerlijk terug voor Renti. Maar wat die tegen Cercle Brugge kon, lukt niet tegen Antwerp. Het blijft 0-0. Oostende kan het tempo van de eerste helft niet volhouden en Antwerp begint kansen te ruiken. Hier trekt doelman de kaastekker aan de noodrem, een penalty van het zuiverste water. De scheidsrechter ziet geen graten in de overtreding. Het is alleen maar uitstel van executie. Da Silva, hij bedient Patje Goots. En die rondaf zoals alleen hij dat kan, 0-1 voor Antwerp. Nog geen minuut later ligt de herfsttitel helemaal voor het oprapen. Pivaljevic, hij wil ook zijn doelpunt, zwabbert zich een weg langs 3 man en laat ook bij de kaastekker zijn visitekaartje achter, 0-2. 800 supporters zijn er meegereisd naar Oostende, een aantal van hen vond het nodig om boel te maken, een kantine in het stadion werd gedeeltelijk gesloopt. Oostende probeert nog iets terug te doen, maar het moet tot vlak voor afluiten wachten op het doelpunt. QV is meegeslopen en bepaalt nog snel de eindstand, 1-2. Het punt was voldoende met de bedoeling om er 3 mee te nemen. Ik zeg het, als je ziet wat de trainer hier weer uit zijn hoed over. We hebben gewoon Oostende wel laten spelen. We hebben de eerste helft wel een beetje geluk gehad. Na Oostende toch 2 mooie kansen mist. Wij krijgen er op laatste ook nog 2. Maar als wij zo kunnen spelen, gewoon de tegenstrever het spel laten maken en wij kunnen counteren, zijn we levensgevaarlijk en we krijgen 2-3 kansen en we benutten ze. En dat is het verschil met Oostende vandaag. En ja, wij lopen gewoon verder van de concurrentie weg. Klopt helemaal. 9 punten al na het verlies van Dessel vanmiddag op 10 uur Luik.